Ja, natuurlijk Fischie hier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van de Road to TDM Moab. En ik had net een potje even gespeeld om even in te komen. Maar kijk eens mijn assisten, jongens. 13-9-7. Even een potje. Best wel lekker. Maar we gaan nou spelen op de map Terminal. Je ziet dat ik speel op mijn Fish RTC account. Gewoon omdat het kan. Gewoon voor good luck. Ja, toch? Gewoon om geluk te hebben. Anders, ja, weet ik het ook niet. Ja, toch? Terminal. De aids van MW3 vind ik persoonlijk. Dus dat is mijn mening. Mijn mening. Ik vind Terminal niet echt heel erg leuk. Maar ja. Dat kan gebeuren, hè? Dat je een map niet leuk vindt. Dat is toch? Dus we gaan kijken of ik het kan halen. 24 kills op rij maken. Voor een Moab natuurlijk. En mensen zeggen: Chris, heb je nog een heel erg Moab gehad? Jawel, natuurlijk. Ik heb al 125 Moabs op. Op MW3 of zo, hoe weet ik weer, zoveel in Domination. En ik zie nu al dat iemand aan het headglitsen is. En dat zijn echt tyfe streken! Bovenop dat tyfe stakje! Zo. Jongens. Ja. Fuck. Huh? Ja, natuurlijk. Spawn hier even. Tuurlijk, doe dat even. Oh, verrassend dat je gaat snipen. Zo verrassend. Oh my god. Verrassend. Ik wist het echt niet, jongen. Ik had het niet verwacht. Oh my god. Ja. Ja. Joefie. Oké. Draaien. Waar zit je? Nee! Niet waar! Waarom raak ik hem dan niet volledig? Jongen. Oh ja! Talon. Met zijn assassin, ja. Ja, Remco. Met zijn assassin. Niet met zijn zessen. Met zijn assassin. Oh. Nou maar, ik ga er niet te veel op in. Anders, faal ik. Lopen! Dead Man's AIDS natuurlijk! Maar anders ga ik gewoon twee potjes. Ik doe gewoon twee potjes. Fuck it. Kom op. Kom op. Dood. My god, deze gasten zijn toch weer een stelletje deringleiertjes. Hallo? Ik word er helemaal gek van. Je keek me niet aan! Oh, kijk eens hier. Verrassend. Zo. Assassin! Ik unlock assassin. Oké. Jezus, mensen! Gaat toch helemaal nergens over dit, hè? Cobra. Nou, die hebben in ieder geval dood. Ook dood. Oké, dan trusten allemaal. Oh, eentje te snipen. Oh, naast me! Maar ze letten ook niet op, die gasten. Ze zijn alleen maar bezig met weet ik veel dingen, jongens. Jezus, mensen. Nou, we hadden het niet gehaald. Dat leek me logisch natuurlijk, maar... Oh. Ook dood. 21-7. Wow. Voor een eerste potje. Ja, toch? Die ging wel goed. Maar ja, die teammaatje, eentje Dragonfire, die heeft... Ja, ze hebben allemaal goed weer teammaatjes. Ze gingen weer veel te goed, teammaatjes.
Maar ja. Alleen girl shorty ass. 310. Als je probeert te ownen omdat je girl in je gamertag hebt. En dan word je geoond door een meisje. Dan, ja. Dan houdt het op als je 310 gaat natuurlijk. Maar we gaan spelen zo. Resistance. Nou jongens, ik zie jullie zo. En dan ben ik weer. En we gaan spelen dus op map Resistance. Yes, yes, yes. Nu ga ik de mol ophalen. Kom op. Even. Ah, ja. Mm. Yes. Oké. Gewoon weer met je ACR. Ja toch? Dus geen probleem. En girl is weer bij mij. Dat is mooi. Honden trouwens die je hoort is niet van mij. Van ons. Dus dat is mooi. Dat is lekker van verderop. De buren hebben ook hondjes namelijk. En die piepen ook en janken ook af en toe. En dat is best wel fucked up irritant. Want als die ene honden gaan keffen, dan gaan de andere honden ook keffen. En kijk wat hier. Ja, ja, ja. Oké, kijk maar. Even hier klitsen. Holy fuck! Waarom kill ik hem niet trouwens? Jezus, mensen denken even gaan te headglitsen daar. Om die gast te killen natuurlijk, maar. Ja. Het ging helemaal volgens de planning. De planning, hè? Ging het? Oké, dat staat iets. En dat is. Mr. Boy hier. Heb weer portable hier neergooien natuurlijk. Oké, eentje daar, dat is mooi. En dan gaan we daar even zien. Oké, even wegwezen. Ja. Eentje loopt daar naartoe. Oeh, eentje doet hier. Waar kom jij vandaan? Ik zag hem niet, ik zag hem. What the fuck? Oh my fucking god. Kom op nou. Doe die gast nou echt helemaal niks. Met zijn assassin. Ook handig. Ik heb de 3 kills pas assassin. En. Oh, oh. Oh, dit is lastig spelen! Oké, okay, kom op, kom! Kom op! Score 2700. Oh. Oh. Even Semtex voor de win. Die UAV is nou al weg. Kom op. Weer andere kant. Even kijken. Oh, 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 waar dan? Jezus, mensen. Wat een figuren. Ja, kan nog wel, Moab, maar het is een soort van wondertje gebeuren alweer. Oh my fucking... Fucking god. Oh, ja! Die gasten letten echt niet op bij me. Die gasten letten echt niet op. Zie mij nu. Oké, eentje dood. Dan gaan we omheen.
Zit u? Niet de care package pakken. Hoi. Even kijken. Scores is ook irritant nu. Omdat er streaks worden gebruikt. Assault streak. En ja, dood waarschijnlijk. Er zit altijd wel iemand uit de camp. Specialist. Dit loopt al een stuk lekkerder. Even kijken, hier, niet. Oh my god. Oh my god! Oh. Oh. Hallo. 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 Ja, ik heb eindelijk een specialist weer. Ja. Motherfuckers. Doen we nog wel een potje. Ik moet het wel kunnen halen, kom op. Gewoon een sessie. Als je het leuk vindt trouwens, dat ik vaker bijvoorbeeld een paar potjes achter elkaar doe, dan moet je nog gewoon even... Dat achterlaten bij de comments. Of zeggen jullie van 2. Ik wil 1 wedstrijd zien. Of 2 of 3. Maar moet het kunnen. Ja. In het begin moet je een beetje inkomen. Weet je. Dat je gewoon denkt van. Eerste potje. Bijna niet. Tweede potje bijna. Derde potje. Yes. Dan gaan we het halen. En ik ga spelen op de map. Hardhead. Waarom Hardhead? Ik wil Hardhead kiezen. Omdat Dome gaat veel te snel. Dan is het echt lastig om gewoon iedereen. Dat je je kills kan halen. Zeg maar. Kijk, op Free for All. Zou ik wel Dome kiezen. Maar op Team Deathmatch denk ik Hardhead. Denk ik, hè? Denk ik. Even kijken. Nou, ik zie jullie zo. Haha. En daar ben ik weer. Nou, je ziet het. Alsnog is het map Dome geworden. Dus ja. Dat is even niet anders. Maar, nou ja. We gaan gewoon lekker spelen met de MP7. Ik heb dan wel in ieder geval silencer op en zo. Nou, kom op. Alleen speel ik weer Assassin's Scavenger Blind Eye. Oké, ja. Oké, dat is wel een goede volgorde. Want anders is echt kut. Zo. Ja, ik heb hier natuurlijk hier. Krijg ik veel kans. Veel. Kut! Oh, ik heb hier geen portable radar op staan. Oké, dat is een beetje kut. Holy fuck! Motherfuckers! Oké, ik ga nog eens stunnen. Hé, hey, kom op. Oh nee, hè. Oh. Oh, come on! Come on! Jij bent hier. Daar is niemand. Wat een figuur heb je ook, hè? Oké. Sponsor van hier, denk ik. Denk het tenminste. Nee, denk het niet. Ik ga zeker weten dood door een RPG of zo op het einde. Of door iemand die daar spawnt! Nee, in die hoek, maar niet. Oh. Ah, er zat er nog eentje daar. Wat zijn deze gasten aan het spelen? Ja, natuurlijk zijn ze aan het spelen. Alleen als een debiel! Als de pielen! Head glitcher! RPG weer! Wat een mogol heb je toch in deze
fucking game, jongen. Echt waar, daar word je helemaal gek van. Jongen, jongens, jongens. Mazzel. Oké, kom op. Hop, 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 hop. Oké, kom op. Kom op. Oh my god! Had last stand! Pardon! Oh, oh, oh. En ik loop leeg. Ik loop een keertje leeg, jongen. Van. Hitmarker. Echt waar? Wat een mogol heb je ook in deze game. Echt waar, niet normaal. Dit is echt niet geloven. Stelletje tyfusdebielen. Camper daar weer in die hoek. Jezus mensen. Dome is daarom niet te spelen. Dome is een hel voor Team Deathmatch gewoon. Hier. Heb je ook wat jongens. Spawn ik lekker achter je. Heb je ook wat. Waar dan? Jezus mensen. Session boy achter me. Speelt met de Saltus, hè? Ook nog trouwens. Ja. Oplof het kuttonnetje! Sorry, mijn fout jongens. Dat ik weer verlies. Wat moet ik hier nou mee met die gasten? Nou ja. Verloren. 0-10 trouwens, eentje bij ons. Dat wordt nog wat hoor. 10 DM mo-op. Maar je moet even achterlaten bij de comments of je het leuk vindt om gewoon 1, 2 of 3 potjes te zien. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer en bye bye.